Goedemiddag, dames en heren. Jos en Pierre, zus wie eerder week op dit kanaal hier. Dat is een kieke. Ja, ik dacht dat er was wat. Hij zit gewoon. Nee, op dit kanaal. En deze week hebben we weer het heel bijzonders, want de vakantietijd zit er weer aan te komen. Gelukkig, een paar dagen vrij. En als ze met de bus of met het vliegmachine gaat, dan maakt het allemaal niks uit. Maar als ze met een eigen auto gaat, zorg dat de auto in orde is en voorzien je in het garage hoe een paar fantastische monteurs werken. Hebben ze goed gezocht, hebben ze zelf goed gezocht. Die dus even de auto nakijken voor de vakantie gaan. Kijk even mee. Goedendag, dames en heren. Jules en Zeng van de Graas. En we willen u geen tips geven dat je goed, geamuseerd en veilig op vakantie kunt. Ja. En Jules. Dat vind ik ook. En als je dus goed en veilig op vakantie wilt gaan, zijn er veel belangrijke dingen. Veel belangrijke dingen. Veel belangrijke dingen. Voorhoed, achterhoed, de deuren moeten goed open en er moet leeg hebben na een lege patroon. Ah? Nee, Jules. Niet goed? Nee, Jules. Dat zijn andere dingen. Andere dingen. Olie pijl moet op pijl zijn. Olie pijl moet op pijl zijn. Iedere auto moet altijd olie op. Ja, olie. Ja. Dan hebben ze de routewisservloeistof. Routewisser. De geest naar een warmlijn toe. De stikken van de insecten en van de vliegen en alles. Hoe moet de routewisservloestof? In de route willen we weten wat zo'n vloeistof in het compartiment is. Die kijk ze nog even na. Of ze niet verstopt zijn. Olie, routewisser. Goed geregeld de route. En een beetje doorblazen. Een beetje doorblazen. Dat ze niet verstopt zijn. Ja. Olie, routewisservloeistof. Ja, en dan? Koelvloeistof. Er geeft nog warm lijn toe. Ja. Ho, warm lijn. De auto heeft er veel te lieren van die warmte. Dat was van alleen al warm. Alle volle patoei nodig voor zijn airco. Dus olie, dan moet de koelvloeistof bijvallen. Olie en routewisservloeistof. Ja, ja, ja. En koelvloeistof. Koelvloeistof? Ja. Hoe deze die? De koelvloeistof? Ja. In de radiateur natuurlijk. In de radiateur. Ja, okay. En dan, wat ook belangrijk is, Jules, de bandenspanning. Bandenspanning moet in orde zijn. Als ze ritten van meer dan 1000 kilometer is maken en dat deze met een band wat niet goed op spanning is, kan ze de band weg. Olie, routewisservloeistof, koelvloeistof en bandenspanning. En dan het vierde wat de meeste lui meestal vergeten. Het vierde wat de meeste lui vergeten is gaan met een zuivere auto op vakantie. Met een zuivere auto? Met een zuivere auto van binnen, van boete, goed gepoetst, want de wets, rotzooi, geefstress. Geefstress? Ja, geefstress. Lekker zuiver. Dus die steter, ik zou zeggen, gang in de gang, houd ze de gaten, alle vierde punten. Vief, olie, oké, ja, olie. Ik kom strak controleren. Hè? Zijn je zoet wat best doen? Dat heb je gezegd, de auto zuiver maken, van binnen en van buiten. Als ze op vakantie geweest, dan kunnen ze beter met een schone, zuivere auto gaan. Dat geeft geen stress. Dat geeft toch geen niet stress. Van binnen met een hoge drukreiniger. Toch niet van binnen met een hoge Toch niet van binnen met een hoge drukreiniger. Kom iemand aan het denken, gaan koffie halen. Ik doe het zelf alweer. Hey, baas, ik heb koffie voor je. Toch geen pak, een dus tas! Je zet een tas koffie, joh! Een tas koffie! Niet te geloven, niet te geloven.
En door, dames en heren. Ja, Otto. En door, dames en heren, is ook de spreuk van deze week op gebaseerd. Als ze van tevoren nog een goeie garage geeft, kent ze onbezorgd op die vakantiereis. Dit wordt weer. Tot de volgende keer. Chic, Engels. Goed gedaan. Komen we nog op vakantie? Komen we nog op vakantie? Nee, we gaan nog.